welkom hier natuurlijk bij de Wereldhaafdag 2011 natuurlijk. Dat is natuurlijk ja, de landmacht, maar Corps Mariniers. Van alles is hier aanwezig en er wordt hier van alles getoond. Dus ja, kijk maar even mee en je ziet het vanzelf al. Nou, we hebben in ieder geval even de landmacht gehad en dan gaan we even verder opzoeken. En ja, even kijken wat daar het kan ontvangen, zeg maar, in principe dus. Kijk maar even mee op YouTube. Beetje einde van de Wereldhavendagen, waar de trams stoppen. En ja, ik ga weer teruglopen en nog even kijken nog een keer wat er gebeurt precies allemaal. Maar ik vermoed niks. Morgen is natuurlijk, zaterdag is natuurlijk altijd het beste natuurlijk om te komen. En dan is het ook drukker en er is meer te doen. Dus ja. Bij de Maas nog. En er gaan er twee marineboten die gaan ergens heen, waarschijnlijk naar deze kant. En even kijken, benieuwd wat ze gaan doen met de pontons daar zo. En die wordt hier ergens neergelegd volgens mij. Ja, bij de Maas, hè? Je weet het. Ik zie alleen maar politici hier staan. Alleen maar politici, ja, Wereldhavendagen. Dus vraag even kijken wat ze gaan doen. Nou, het was niet zoveel bijzonders, maar ik denk van nou, even kijken wat ze gaan doen. Staan ze zo met zo'n strakke muil, staan ze te kijken. Maar ja, het zijn heel aardige mensen. Alle agenten zijn van Rotterdam heel erg aardig.
Maasboulevard, zeg maar. En ik ga even verder kijken wat daar precies allemaal nog verder is te doen. Dus ja, sta niet verbaasd. Je zou ongetwijfeld wel iets tegenkomen wat je niet had verwacht. Dus kijk maar nog even. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Ziet er heel groot uit natuurlijk. Laten we kijken. Natuurlijk gezien, dat was de binnenkant van een schip. Natuurlijk Korrels Mariniers. Natuurlijk heel interessant, maar dat was half niks te doen. Dus we gaan weer even naar buiten om te kijken wat er hier achter het schip te doen is hier. Hallo, hè? Zegt u? Tweede keer, hè? Hallo, wie ben je? Ik ben met... Korrels Mariniers. Ja. Yeah. Hoe lang doe je dat al? Een half jaar. Vind je ze leuk aan? Alles. Tot nu toe. Wat is zo alles dan? Nee, alles wat je zegt tegen. Oh ja, misschien ook maar beter mijn mond houden. Nou, dat is niet waar, meneer. Ja, oké, okay, maar... Ik word een beetje verlegen hiervan, meneer. Maar niet door heel de wereld kennen zien. Hoezo? Komt het op YouTube? Ja, YouTube. Nederland. Nee. Ja, serieus. Nee, dat meen je. Ja. Shit. Altijd leuk, toch? Wie ben jij? Korrels Mariniers? Nee, ik ben gewoon een matroos. Matroos? Van de marine. Oké. Okay. En hoe lang werkt u hier zo al? Ik werk al 2 jaar. Hoe bevalt het u? Ja, het bevalt goed. Anders was ik niet verblijven. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Met hoeveel zijn jullie nou op dit moment? Op dit moment is het een standaard bemanning van ongeveer 180 en dan hebben we ook nog 140 mariniers aan boord. Aardig wat. Ja. Vol schip, vol gepompt. Hoeveel mensen zijn er al langs gekomen? Ja, er zijn bijna iedereen die langskomt die even wat vragen. En ook natuurlijk voor een rondleiding, maar dat kan toch morgen worden gedaan. Ik ben op de boot geweest al. Ja? Van YouTube Nederland. Kijk, heeft u al nog wat filmpjes kunnen maken ervan? Ja, ik ben binnen geweest. Kom maar op YouTube TV. Nee, het is een mooi schip, hè? Inderdaad, een hele mooie schip. Oké, okay, nou veel plezier vandaag en morgen en overmorgen. Ja, dank u wel, hetzelfde. En ja, hou je taai. Ja, precies. Vooral als Korrels Mariniers natuurlijk. Ja, oké. Okay, hey. Natuurlijk, ik ben nog één ding vergeten natuurlijk, er schijnt daarom nog schieten te zijn. En ik ben heel erg benieuwd wie er allemaal schieten daar zo. Dus ja, en daarna...
U lacht tenminste. Ja. Alles goed met u? Ja hoor. Ja? Ja hoor. Oké. Okay. Sinds wanneer bent u bezig? Sinds vandaag toch? Ja. Vindt u die zo leuk dan? U bent Corus Mariniers toch? Ja. Oké, okay. En hoeveel sterren ben je? Nee. Wat is je rang althans? Beetje humor, wat is je rang? Staat er op, hè? Ja, ik weet niet wat het is. Ik heb nog nooit bij de marine gezeten. Ik ben gewoon marinier. Bent u veel onderweg? Qua paard het Orbis, ze weten inmiddels slecht, hoef je nog niet te vragen. Grapje. Bent u veel onderweg? Af en toe. En hoe lang bent u thuis? 6 maanden of zo? Of hoe lang zit u daar zo in de kazerne? Kun je dat vertellen aan de kijkers bij YouTube? Ik kan soms 1/2 jaar onderweg zijn, Joep. Ik geef al antwoord. Hoef jij het niet te doen. Ik kan best zijn dat je zo'n 6 maanden weg is. Sorry? Zie je het interessant om iemand anders te gaan filmen? Het is van YouTube Nederland, hoor. Ja, dat weet ik. YouTube Nederland. Nieuws. 1/2 jaar. En hoe bevalt het u? Goed. Hoe lang bent u dan van huis af, zeg maar? Wat bedoelt u? Nou, als je naar huis gaat. Als je naar huis gaat. Ja. Hoe lang ben je dan thuis ongeveer? Ik zit de hele week op kazerne. Oh, je zit achter elkaar op de kazerne? Ja, ik ga alleen aan het ziekenhuis. Ja, ja. Ik heb nog een vraag over uw films. YouTube TV. Oké. Okay. Moet je vader nog vragen? Nou ja, u vraagt mij ook een vraag, dus ja. En ik vraag u een vraag en u ging er doorheen, dus ja, maakt niet uit. Maar hoe vindt u het bij de Corus Mariniers te werken? Nou, ik vind het leuk. Vind je het zo leuk aan? Vind je het zo leuk aan? Afwisseling. Zoals? Naar buitenland, verschillende oefeningen draaien. Met hoeveel zit u op de kazerne? Op de kazerne? 2000. 2000 mensen? Totaal. Ik weet niet precies wat hier nog meer te doen is. Ook korps, mariniers en dergelijke, weet ik veel allemaal. De marine is ook al wel aanwezig. Dus ik ben bij het laatste eind gekomen. En in ieder geval bedankt voor het kijken. En graag tot volgend jaar bij de Wereldhavendagen.